PSV FC Eindhoven ontving gisteren in speelronde 8 van de Benelux in het Jan Lauwersstadion de Belgische topclub Standaard Luik. Ruim 1400 toeschouwers zagen een enerverend duel tussen twee ploegen die bivakeren in de top van de ranglijst. Standaard Luik doet dat al jaren en PSV FC Eindhoven nu in het tweede seizoen ook heel goed meedraaiend onder leiding van coach Nebojša Vukovic. Na 1 minuut al de gele kaart voor Jette van Vlerken. En werk aan de winkel voor Angela Christ op deze vrije trap. Het blijkt uiteindelijk geen enkel probleem. En naarmate die eerste helft vorderde, kwam PSV FC Eindhoven veel beter in de wedstrijd. Van de Donk met een prima paas op Kolen. Geen buitenspel. En de kans voor Van de Wetering. Maar krijgt haar voet niet goed tegen de bal. Grote mogelijkheid in de openingsfase voor PSV FC Eindhoven. Standaard Luik had een dubbel programma, want speelde Europees de afgelopen week. PSV FC Eindhoven oogde fris. Van de Donk dit keer aan de rechterkant. En dit keer is het wel raak. Mauri van de Wetering. 1-0 en de voorsprong is verdiend. Helemaal vrij staat Van de Wetering. En deze bal is niet te missen. Kolen levert zomaar in. Maar de druk van Van de Donk is goed. Ze gaat door. Kappen, draaien. Maar vindt uiteindelijk niet het doel. En dat doet Van de Wetering ook niet. Grote kans aan het slot van de eerste helft. 1-0 de ruststand. En misschien zit er dus wel een uitstekende prestatie in voor PSV FC Eindhoven. Maar direct na het begin van de tweede helft komt Standaard Luik. En ze komen heel sterk. Dit is Demoustier en het is 1-1. Helemaal vrij, Audrey Demoustier. Angela Christ kansloos. En zij zijn helemaal terug in de wedstrijd. En vanaf dat moment neemt Standaard Luik ook het initiatief helemaal over. Leverisa met de voorzet. Wordt door Van Vlerken tot hoekschop gewerkt. En heel snel genomen. Hier Leverisa, die stond daar nog. En vindt dan Koutereels. En haar inzet via de buitenkant van de paal. Naast het doel van Angela Christ. Schoenakers verspeelt de bal. En misschien dan nog een mogelijkheid via Van der Donk voor PSV FC Eindhoven. De diepte zit bij Kolen. De voorzet ook. En dan lijkt Danielle van der Donk PSV FC Eindhoven weer op voorsprong te zetten. Maar aan haar reactie te zien is de vlag van de grensrechter omhoog gegaan. Buitenspel, geen feest dus. En dus blijft het 1-1. Wat kunnen de Belgen nog in de slotfase? Een uithaal onderkant lat. Guernier is de afzender en Leverisa kan niet scoren in de rebound. Daar komt PSV FC Eindhoven goed weg. Laatste mogelijkheid dan nog voor de ploeg van Vukovic. Opportunistisch in het strafschopgebied van de Wetering. Met de voorzet, daar staat niemand. En zo blijft het 1-1. En is iedereen wel tevreden. Wij gingen vandaag gewoon voor 3 punten. En wij zijn wel bewust zijn, dat kan alle kanten op. En denk ik wel dat gelijk is gewoon eerlijk verdeeld. Gelijke wedstrijd, ik ga gewoon 1-1 is gewoon een eerlijke verdeling van de punten. Maar ja, toch als jij krijgt zo tegen een doelpunt, dat blijft toch een beetje jammer. Maar later kwamen wij nog wel een paar keer goed weg. Ja, het is wel balen dat gelijk in de eerste minuut na de tweede helft al gelijk 1-1 is. Want ja, dan moet je eigenlijk nog een doelpunt maken om te winnen maar, en gelijk houden om nog een punt over te houden. Maar in principe hebben we het goed gedaan. Ja, ik vind het gewoon zonde. Je kan hier wel wat meer uithalen. En dat is gewoon omdat zij ook best wel een goede ploeg zijn. En dan, als je dan maar 1 punt pakt, ja, moet je er nu tevreden mee zijn. Maar ik denk dat je de volgende keer er toch wel wat meer uit moet halen. Ja, je zegt volgende keer meer uithalen. Komt echt een heel zwaar programma voor jullie aan. Is dit een wedstrijd waar je dan echt veel lering uit kan trekken? Ja, zeker. Ik denk dat je uit elke wedstrijd wel wat uit kan halen. En ik denk dat we hier vooral gewoon positieve punten uit moeten halen. En die ja, toch een lijn naar voren moeten doorzetten. De 1-1 van PSV FC Eindhoven tegen Standaard Luik biedt perspectief, zeker gezien het vertoonde spel. Dit zijn alle andere uitslagen in de Benelux.
En we zien dat er veel gescoord is. Met name bij Heerenveen Lierse SK. Dat eindigde in 6-5. En FC Twente scoorde ook 6 keer. Bij FC Utrecht uitslag 1-6. En dit is de stand. Heerenveen aan de leiding 18 uit 7. Met name dankzij die 6-5 op Lierse. Gevolgd door FC Twente en PSV FC Eindhoven. Allebei 16 punten. Maar Twente heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. En in de lijst met topscorers komt Mauri van der Wetering op 3 treffers te staan. Danielle van der Donk nog steeds met 7 goals voor PSV FC Eindhoven aan de leiding.